wedstrijd in de Barclays Premier League te zien. We gaan kijken naar Liverpool tegen Manchester United. Liverpool doet het de laatste jaren wat minder goed, maar Man United zal toch aan de bak moeten, hoor. Ja, natuurlijk. In zo'n wedstrijd, het is een keiharde wedstrijd. Keiharde Engelse competitiewedstrijd. Liverpool, hartstikke moeilijke tegenstander. Hallo en welkom hier bij Manchester United. Uw commentatoren zijn Evert Napel en Juri Mulder. En ja, ik heb hoge verwachtingen van deze wedstrijd. Wat jij, Juri? Ja, ik ook, Evert. Man U heeft genoeg kwaliteit in huis om een prachtige wedstrijd neer te zetten. Ze doen tot nu toe precies wat ze moeten doen. Een plek in de Champions Cup lijkt erin te zitten. Maar het seizoen duurt nog lang. In zijn 126-jarig bestaan heeft Liverpool al heel wat titels in de wacht gesleept, toch, Juri? Zeker, Evert. De 20e landstitel lijkt nog maar een kwestie van tijd. Want ze doen het op het moment heel erg goed. En ze kopen heel veel goede spelers. En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor de 9e Europese titel. Dit is gewoon echt een hele grote club. Het blijft bijzonder om hier op Altreffer te zijn. De voetbalgeschiedenis is zo duidelijk voelbaar in dit stadion. Ja, wat een geweldig stadion. Echt om daarin te mogen spelen, Evert, is fantastisch. Al is het maar één keer. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. 2 aanvallende ploegen op het veld vandaag. Het is Rooney. Hij krijgt hem op de slot. Het was hem niet gegund deze keer. Volgende keer beter. Lucas, een schermutseling om de bal. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. En dat is raak. Laten we die goal nog maar eens bekijken. De eerste bal gaat er vandaag in. Coutinho. Fellaini. Rooney heeft hem. Doorgekopt. Dit is het. Van Persie. Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Dit wordt een corner voor Man United. Doelman redt met een prima actie, maar werkt de bal achter. Weer hoekschop. Kopt hem weg. Hij doet het. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Sterling. Falcao. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Gaat hij het redden? Van Persie. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op, helaas. Di Maria. De voorzet belandt niet bij een medespeler, bal kwijt dus. Vrije trap vanaf een voor hen gunstige positie. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Henderson. Rooney heeft hem. Mata. Touré. Dikkie terug. Publiek laat merken dat het dat niet leuk vindt. Lucas. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Coutinho. Die komt er met de bal uit. De bal gaat over de lijn. Phil Jones. Coutinho. Fellaini. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Helemaal verkeerd gedekt. Die ging hard. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Coutinho. Heeft de bal terugveroverd. Daar had wil scoren. De scheidsrechter fluit voor een penalty. Houdt het hoofd koel. Ja, die zit. De strafschop wordt benut. Goed benut de strafschop. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Coutinho. Maria. Ziet er gevaarlijk uit. Het wordt een hoekschop voor Manchester United. Dat is een hoekschop. Coutinho. En hij is de bal kwijt. Henderson. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. Falcao. Ja, en nu? Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. De stand is 2-0. De eerste helft zit erop. Scheidsrechter maakt een einde aan de eerste helft. Wat vind jij tot nu toe, Juri? Nou ja, goed, die penalty. Ik weet niet of dat nou echt wel een penalty was. Misschien heeft de scheidsrechter wel gelijk, maar ja, het is het enige doelpunt tot nu toe. Dus het is wel belangrijk geweest. De tweede helft is van start gegaan. Hij omspeelt de bandekking. Coutinho, ja en nu? De grensrechter vlagt. Het was zeker een doelpunt geworden als hij niet buitenspel stond. Mata. Krijgt steun. Dat is een kansrijke paas. Ja, en nu? Wordt dit een doelpunt? Sterling. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. José Enrique. Over de lijn, ingooi. De scheids heeft het gezien. Wat doet hij? Hij krijgt geel. En daarmee dupeert hij Manchester United behoorlijk. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Di Maria. Steven Gerrard gaat met de bal aan de haal. Een schermutseling om de bal. Die pakt die bal op. Voordeel, dat schept mogelijkheden. Hij gaf eerst voordeel, maar geeft nu toch een vrije trap. Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leven in de brouwerij wil. Er moet iets gebeuren als ze terug in de wedstrijd willen komen. Hij probeert het met zijn hoofd. Wat een duik! Haha, een snoek is er niks bij. Wat een actie. Goeie tackle. En hij neemt het balbezit weer over. Di Maria. Ingooi. Di Maria. Ja, en nu? Hij krijgt hem op de slot. Manchester United krijgt een hoekschop. En het spel gaat verder met een boogbal op Volkau. Coutinho. Fellaini. Mata. Deze haalt er niet in, maar ze proberen hun voorsprong te vergroten. Uiteindelijk werd hij de bal knap herover, hoor. Bal is over de lijn ingooi. Mata. Bal is over de lijn inworp. Falcao. Ze mogen ingooien. Johnson. Gerrard. Coutinho. Sterling. Hakje beland bij de tegenstander. Speler krijgt de bal weer terug. Gerrard. Ontwijkt die sliding heel soepeltjes, mooi gedaan. Hij heeft een flinke tik gehad, hoor. Vrije trap vanaf een voor hen gunstige positie. Wat komt er uit de vrije trap? Dat is een hele spectaculaire goal natuurlijk. Dat kun je de keeper niet kwalijk nemen. Die bal zit er prima in. Schitterende ingeschoten vrije trap. Rechtstreeks gescoord uit de vrije trap. Goed gedaan. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Bessie. Ja, en nu? Hij doet het. Coutinho. Zo, die geblesseerde speler kan weer meedoen. Nou, dan mogen de wisselspelers nog even op de bank blijven zitten. Gerrard. Ze krijgen een vrije schop. Hij gaat nogal tekeer in deze wedstrijd, zeg. Hij kreeg nu een vrije trap tegen. Maar deze actie was wel een gele kaart waard. En daar had hij er al eentje van. Hier ziet u hoeveel overtredingen de teams hebben gemaakt. Bessie. Ja, en nu? Hij schiet. Hij ging voor zijn tweede, maar de keeper werkt daar niet aan mee. Nee, dat was goed gedaan door de keeper. Zo, op het einde van de wedstrijd is dit een corner die van belang is. Ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Van Persie. Doelpunt voor Manchester United. Hij heeft al 2 keer gescoord. Is er steeds weer te snel af. Een uitstekende corner en een verdiend doelpunt. De goal vanuit een andere hoek. Coutinho. Dat was het einde van de wedstrijd, bij een stand van 3-1. Ze mogen zich weer even de sterkste van de twee noemen. Ja, dit zijn altijd belangrijke wedstrijden. Het is toch een bijzonder iets, rivalen onder elkaar. En dat is wel fijn als je dat...